Kijk, we moeten niet vergeten dat mijn vader komt van niks. Die mocht vroeger de borden aflikken thuis. Het was een man die zijn ziel open wist te leggen. Het was niet gespeeld. Hazes was die volkszanger. Hij was echt van ons allemaal. André werd toen na zijn overlijden een soort publiek bezit. Er kwamen mensen, zeg maar, al een week na het overlijden, die hadden mokken met mijn vaders gezicht erop. Dekbedden. Als ik ergens een onderbuikgevoel bij heb, dan doe ik het niet. En je bent natuurlijk de heks die dat allemaal tegenhoudt. Mijn vader is 53 jaar geworden, maar eigenlijk 106. Want hij heeft dubbel zo hard geleefd en hij heeft dubbel zoveel gezien. En ja, hij heeft echt voor 2-3 man geleefd. En hij heeft ook gezegd, ja, maar ik moet wel zorgen dat als ik doodga, dat ik op het journaal kom. En dat is hem wel gelukt, ja. André Hazes, hij overleed om 9:30 vanmorgen aan een hartstilstand in een ziekenhuis in Woerden. Ik herinner me op de dag zelf dat ik van de ene nieuwsrubriek naar de andere gesleurd werd. En daar half verdoofd mijn zegje gedaan heb over het fenomeen André Hazes. Heeft hij zien aankomen dat hij in een enorme neerwaartse spiraal op het punt stond Nee, ik denk dat niemand het heeft aanzien komen, Karel. En hij zeker niet. Het was raar. Het was ongeloofwaardig. Je schrikt je wezenloos en daarna... Bij mij kwam al vrij snel van, jeetje, hoe zou het gaan met de mensen die nu over zijn gebleven. Hij had natuurlijk de drank. Hè? Dan word ik ook wel kwaad van binnen. Waarom heb je eigen zo kapot gemaakt? En ik dacht ook, je bent misschien wel verlost van die ongelooflijke druk op je schouders. Maar het feit dat hij overleden was en dat we dus niet meer met hem konden werken en dat we die stem voor altijd zouden missen, dat was vreselijk, daar moest ik niet aan denken. Een leven zonder André. Tower. Tower. Bambina. Un bacio. E poi per sempre. Imperero. Come una fiaba. We love André. Ik hou van je. Ik vind het prachtig, André. Toppertje. En ik maak er een feest van voor jullie. I love you. Voor mij was André, denk ik, de beste Nederlandse zanger die ooit heeft bestaan. Ik weet nog wel, toen wij pas met z'n elkaar gingen, dat Dre echt zich een hele lelijke man vond. En ja, ik vond André een hele leuke man om te zien. Dus ja, ik denk dat als je dat maar vaak genoeg zegt, dat iemand dat ook van je aanneemt. Zo. Misschien moet jij me wel meer naar de zijkant, hè? Want je zit nou wel heel erg tegen me aan. Nou, papa was echt een hele goede vader. Het was niet een vader die veel dingen met ons deed. Hij zou bijvoorbeeld nooit hebben gezegd van we gaan vandaag lekker naar een pretpark of wat dan ook. Dan wilde hij wel eens met mij gaan voetballen, maar dan wilde hij ook wel weer snel van af zijn. Maar dan kon hij wel zeggen, ik heb met mijn zoon gevoetbald. Dan moest ik dan in het doel gaan staan, in de tuin. En dan zegt hij, als je deze tegenhoudt, krijg je 100 euro. En dan denkt hij, dan schiet ik hem erin en dan ben ik alweer klaar. Maar ik hield hem tegen. Toen dacht hij, oh, daar ben ik ziek van, zeg. Dus we kwamen denk ik bij 500 euro. Hij zegt, als je deze tegenhoudt, krijg je 500 euro. En hij schopt hem erin. Dus ik ben alles kwijt, zegt hij, en ik ga naar binnen. En dat was het, zo was hij. En dan was hij er klaar mee ook. Maar dan heeft hij wel met me gevoetbald. En dat soort dingen deed hij dan wel. Maar wel snel. Maar wel snel. Ja. En actie. Oké, gaan we. Doorloop. En actie. Gaan we lekker een beetje spelen op het veld. Toen ik de vraag kreeg of ik geïnteresseerd zou willen zijn, hè, geïnteresseerd was om een film van André Hazes te maken, levensverhaal van André Hazes, had ik wel meteen iets van ja, dat vind ik wel een mooi onderwerp. Ik vind dat vind ik mooi om te doen. Nee, ik heb André nooit ontmoet. Dat is gek, want ik heb toch het gevoel dat ik hem vrij goed ken. Het zijn maar kleine dingetjes, hoe die beweegt. Hij zit regelmatig aan zijn neus. Hij heeft altijd een beetje deze energie van god, altijd een beetje een wild dier zit erin. Ze is altijd druk met zijn lijf, met zijn, hoe hij zich verhoudt tot zijn omgeving. Maar wel ook Martijn blijven, want ja, je kan niet hem zijn. Dat is gewoon, hij is er niet meer.
De film laat zien André Hazes, 8 jaar oud, opgroeiend in de pijp, met veel markt, armoede, veel mensen op een kleine kamer, een zeer agressieve vader, een zeer lieve moeder. Maar zijn vader speelde een enorm belangrijke rol. Onberekenbare man, dronk te veel, iedereen liep op zijn tenen als hij erbij kwam. Je wist nooit precies wat hij deed. En die onvoorspelbaarheid zorgde ook voor die enorme onzekerheid. Niet alleen bij André zelf, maar ook bij zijn broers en zussen en andere familie, maar ook zijn moeder. Het was altijd op eieren lopen. Hij kon in één keer kon die, hè, doen. En dan was het niet een klap op je billen. Dat was echt, dat was heftig. Dat betekende ook dat André vaak het huis ontvluchtte. En op straat zwierf. En soms wel eens at bij het leger des heils. Zo'n jongetje wat opgroeit in zo'n milieu, met het talent wat hij had, want de enige manier waarmee hij hiermee kon ontvluchten, om het zo maar te zeggen, was zijn drang om te zingen. Dat werd eigenlijk al gedwongen door zijn vader, want die zette André dan gewoon op een biljarttafel. En jij gaat zingen en dan zong hij prachtig en al die mensen in het café gaven dan geld aan zijn vader. Daar kocht die vader bier van. En schopte André naar huis. En dat ging heel vaak zo, totdat André er ook achter kwam van, als ik zelf iets wil, moet ik misschien gaan zingen. En zo is hij eigenlijk ook ontdekt. Hij is gaan zingen op de Albert Kuip, op een simpel groentekistje. En is daar ontdekt door Johnny Kraaikamp. En heeft toen uiteindelijk André gevraagd, en met natuurlijk toestemming van de familie, of hij een plaatje kon maken en een televisieoptreden kon doen. En een Amsterdamse jongen doet Parijs en overzee, opgetuigd met volle zeilen, super. De kleine man met de grote stem. Een beetje verliefd, André Hazes. Een beetje verliefd. Toen hij op 33 jaar, laat me zeggen, meer bekendheid genoot. Hij ging toen zijn eerste hit scoren. Dat was een beetje verliefd. En ik meen het, zeg maar niets meer. Nou, en wat gebeurt er dan? Dan ontstaat toch de vreemde wereld van, hey, ik word bekend, ik word groot. Maar je neemt die pijn van vroeger neem je altijd met je mee. En dan ontstaat ook een persoon die het heel moeilijk vindt om te functioneren binnen een maatschappij. André had natuurlijk verschillende karaktereigenschappen. En ja, dat was qua humor, onzekerheid. Eigenlijk verdrietig, emotioneel, eenzaam. En zijn uitlaatklep was natuurlijk zijn teksten maken. Je ziet dat binnen heel Nederland, in allerlei lagen van de bevolking, die teksten worden begrepen, op handen worden gedragen. Daar was hij een koning in. Om zonder metaforen, dus gewoon met echte spreektaal, iets te zeggen wat iemand raakt, is vele malen moeilijker dan het allemaal aankleden met toeters en bellen. En dat kon hij als geen ander. En wij hebben echt heel veel discussie gehad over teksten wat wel niet kon. Bijvoorbeeld dat hij voor het raam staat en zegt van, jij lag op het balkon, ik wou dat ik je kon. Nou, dat is dan niet een tekst waarvan je zegt van, nou, dat is geweldig, poëtisch, hè? Dat gaan we doen. Dus dan zeg je van, ah, dat kan echt niet, joh. Dat kan je zo niet zingen. Oh, jij altijd, en dit en dat. En hij had dat geschreven en bedacht. En dat kwam uit zijn ziel. En dat was zijn eerste ingeving. En ga jij dan maar eens vertellen dat dat niet kan. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Ik bemoei me toch ook niet met een ander. Laat me gaan voordat ik nu verander. Ik vind het een ontzettend mooi liedje. Dat gaat gewoon over. Ik doe toch mijn best. En maakt iedereen zich nou druk. Ik bemoei je niet zoveel met me. Dat gevoel heb ik ook wel eens. Als mensen zich veel met me bemoeien. Dan denk ik, joh, ik doe het op mijn manier. Weet je wel? En ik denk, ja, dit is een klein of misschien wel slecht voorbeeld van iets veel groters. Namelijk dat
de muziek van Hazes gewoon voor heel veel mensen verwoord wat iedereen meemaakt. André Hazes is zo groot geworden omdat Hazes zelf met zijn manier van leven, met zijn achtergrond, het was niet gespeeld. Er is geen, we gaan nu eens even zitten en we gaan eens even kijken hoe we André Hazes een volkszanger groot kunnen maken. Nee, Hazes was die volkszanger. Het was een man die zijn ziel open wist te leggen. En het was iemand die als geen ander dat durfde. En zijn eigen verdriet wist te laten zien. En kon verwoorden en vooral kon bezingen. Het, zeg maar het laatste jaar was André een hele leuke man. En een hele goede vader voor zijn kinderen. Het leek wel of André echt dacht van, ik ga het helemaal anders doen. Ik wil niet zeggen een andere vader, maar een heel ander mens. Hij wilde echt dingen als gezin gaan doen. Dus we gingen met z'n vieren op vakantie, terwijl normaal mensen meegingen. En hij ging ook dingen met ons doen. Hij ging naar Madame Tussauds en hij wilde echt met het gezin zijn. En normaal zou dat niet bij me opkomen, denk ik. Hij liet een tatoeage zetten. André verafschuwde tatoeages, maar ineens moest er de volgende dag een tatoeage komen met een afbeelding van Rachel op zijn arm en een tekst eronder. In één keer mee eten 's avonds met ons en al veel meer betrokken, zo leuk. Ja, en dat zijn dingen wat voor een ander gezin misschien normaal is. Ja. Maar bij ons viel dat dan heel erg op. Ja, op dat moment sta je er allemaal niet zo bij stil. Maar als je achteraf de puzzelstukjes bij elkaar gaat leggen, nou, dan denken we toch wel dat hij zich slechter heeft gevoeld dan dat wij wisten. Ja, we merkten aan papa dat hij ging kwakkelen met zijn oren. Je moest echt één op één met hem praten, anders werd hij gek. En ook als we zeg maar zachtjes praten, dan dacht hij dat er over hem werd gesproken. En als we lachten, dan dacht hij dat we hem uitlachten. Het was eigenlijk heel zielig. Ja, bijvoorbeeld de radio keihard. En met zijn werk altijd maar het geluid echt, nou het kon niet harder, bij wijze van. Zijn koptelefoon die moest altijd zo hard. Ik moest een keer een stukje voorzingen voor hem. Ik zet die koptelefoon op. Ik heb 2 weken niks meer kunnen horen. Zo hard stond dat. En ook bij zijn optredens. Zijn stem die kwam dan via de monitors. Hij had er soms wel 13 staan op het podium. Alleen voor zijn stem. En dat ging zo verschrikkelijk hard. Hij had een ontzettend onverwacht, maar enorm groot gehoorverlies. En dat is natuurlijk voor een zanger rampzalig. Iets ergens kan je hem niet aandoen. Was het ook nog heel moeilijk communiceren met hem, omdat hij dat niet... hij kon het niet accepteren. Dus als je dan wat zei tegen hem, was het van... je bent gek, niks aan de hand. Maar ik herinner me wel, als we met z'n tweeën waren... gesprekjes waarbij je zei van ja... Maar dat gold voor zijn hele fysiek, dat hij zich minder begon te voelen. Dat hij minder krachtig was. Hij zei van, nou, ik ga dit niet heel lang doen. En ik ga hier niet 100 mee worden met deze levensstijl. En ja, natuurlijk ook met de optredens. We werden op een gegeven moment gebeld van... jongens, André staat zwaar lam op het podium. En dat was gewoon omdat hij het niks meer hoorde. Hij moest het allemaal op gevoel gaan doen. Nou ja, André werd er zelf heel erg onzeker van. Want hij kon het niet goed omschrijven ook. Want dan tijdens een optreden hoorde hij bijvoorbeeld de band heel anders in zijn oor. Dus dan stond hij ook op de gok te zingen. Dus voor papa was dat denk ik de ergste situatie in zijn leven. En de eerste keer dat ik dat echt gemerkt heb, dat hij vooral ook niet meer kon zingen, was in Portugal. Wij houden van Oranje, André Hazes. Wij moesten begeleiden en wij zijn heel erg geschrokken, want hij viel verkeerd in. En het was niet zuiver en we hadden echt niet in de gaten wat er aan de hand was. En toen zong hij We Houden van Oranje. En dat was zo ongelooflijk slecht.
Dat was gewoon echt heel zielig. We kregen meteen allemaal reacties uit Nederland. Hij is zeker weer dronken en dat was hij echt niet. Maar hij kon het gewoon niet goed horen. Ga maar eens mee zitten zingen met een koptelefoon. Vroeger kende hij dat. Ga maar eens, dan ga je vals, je vliegt alle kanten op. Terwijl als je hem afdoet, zitten mensen er wat in nou te lachen. Terwijl je zelf denkt dat je goed zingt, maar je hoort het niet goed. Dat moet verschrikkelijk zijn. En toen zijn we eigenlijk ziekenhuis in en ziekenhuis uitgegaan om ja, zoveel mogelijk te weten te komen. Ja, en dat je dan eigenlijk ieder verhaal wat je leest wil vastklampen. Dat je denkt dat dat voor André ook de oplossing kan zijn. Ik denk dat Rachel in die tijd wel had af kunnen studeren voor KNO-arts. En toen hadden we ook in die maand, juni 2004, een concert gepland in de Amsterdam Arena. Dus we hebben echt alles uit de kast getrokken om alle omstandigheden eromheen voor hem zo goed mogelijk te maken, dat hij het allemaal zo goed mogelijk kon horen. Waarvan ik vond dat hij dat niet meer moest doen. Maar ik had de afspraak met André. Ik ging op de zijkant van het podium staan. André ging zingen. En die keek af en toe naar mij. En als ik gewoon naar hem knikte, dan was het goed. En als hij ernaast zat, dan wees ik naar het publiek en dan wist hij van, oh, ik moet even mijn mond houden, laat de mensen maar zingen. Ik pik het wel weer ergens op. En dat ging, bij de eerste liedjes ging dat heel goed. Op een gegeven moment keek hij niet meer naar mij. En dat was erg pijnlijk. Als je zo lang met iemand gewerkt hebt en je ziet dat het laatste kunstje is, eigenlijk. Ja, dat deed veel pijn. Was het wel echt hartverscheurend om te zien dat hij op dat podium zo aan het vechten was om dat concert zo goed mogelijk neer te zetten. Dat was voor hem ja, een verschrikking. Dat vond hij ook echt erg. Ik denk dat ook, daar is hij ook zeg maar, psychisch niet sterker van geworden. Dat heeft hem echt wel zwaar aangegrepen. En ik denk dat daaruit ook wel is besloten van jongens, we gaan een laatste concert doen. Iedereen bedanken. Want het moet stoppen, hoe erg het ook is. En toen het besefte kwam dat dat ook op een gegeven moment niet meer goed zou komen, wilde André een afscheidsconcert geven voor zijn fans. Want hij wilde wel echt afscheid nemen van zijn fans. Want het zag er op een gegeven moment echt naar uit dat hij nooit meer een concert zou kunnen geven. Toen hebben we ervoor gekozen, en dat is bizar genoeg gekozen, voor 23 september, het jaar daarop. Om een concert te organiseren in de Arena. Dat zouden we doen met filmbeelden. En André zou er ook zijn. En we hadden allerlei artiesten al benaderd. Die zouden dan gaan meedoen en meezingen. En dat zou dan het grote afscheidsconcert zijn van André, van zijn fans. Niet wetende dat precies een jaar daarvoor hij precies ook op die, bizar trouwens, op die 23 september kwam te overlijden. André ging voor een koudje naar het ziekenhuis. Zijn fysieke gesteldheid ging altijd op en af. En toen ik hoorde dat hij in het ziekenhuis opgenomen werd vanwege een slechte lichamelijke conditie, nou ja, dat was ook eigenlijk een beetje raar om te zeggen, maar er was niks nieuws. Dat gebeurde vaker. Ja, ik weet nog goed dat papa naar het ziekenhuis ging, maar ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat dat me nog niet eens zo heel erg veel deed. Papa ging wel eens vaker naar het ziekenhuis. Ja, de eerste dag of avond was er eigenlijk helemaal geen onrust. En dat kwam pas eigenlijk vroeg in de ochtend van de volgende dag. Toen zei de nachtzuster om 7:15, toen ik haar aan de telefoon had, dat het misschien beter was om wel naar het ziekenhuis te komen. Ik weet wel dat ik binnen 5 minuten in de auto zat. En dat ik daar aankwam en dat er een zuster op mij stond te wachten. En dat ze mij in een kamer apart nam. Want André had, voordat ik belde, een ademstilstand gehad. Ja, wij zijn eigenlijk die dag en die nacht hebben we alleen maar naast André's bed gezeten. Totdat hij de volgende ochtend, 's ochtends om 9:50, overleed. En dat was ontzettend verdrietig. De kinderen die waren bij Marieke. En Rachel wilde niet dat de kinderen daarbij waren om hun vader zo te zien in het ziekenhuis. Wij werden wakker en wij hoefden ons niet aan te kleden om naar school te gaan. Ik weet het nog heel erg goed en dat vond ik heel erg vreemd. Dat ik ook dacht van,
Wat is er dan aan de hand? Je mocht ook geen tv kijken, geen radio luisteren? Het was ook uitgelekt, dus er was al iets op radio en televisie geweest. Dus we hadden al uiteraard contact met Marieke van tv uit, radio uit, internet uit. Zorg dat die kinderen niet iets in de media hiervan meekrijgen. Nou, het is denk ik voor mijzelf het meest verdrietige moment uit mijn leven geweest. Omdat je naar twee kinderen kijkt waarvan je weet dat ze hun vader moeten missen. En zij weten dat zelf niet. En je weet ook dat het moment dat Rachel ze dat moet gaan vertellen heel dichtbij is. En dan duurt dat heel erg lang. Ja, heb ik de kinderen opgehaald en dat autoritje duurde 5 minuten. Nou, dat waren echt de 5 langste minuten uit mijn leven. En toen kwamen we thuis aan en toen stonden er allemaal beveiligingsmensen op de brug bij ons. En toen kreeg ik wel een soort van idee van het gaat niet goed. Er is echt iets goed mis nu. En toen werden we door mama apart geroepen. En die zei, papa is overleden. En dat, ik hoor ons nog gillen eigenlijk wel. Ja. Ik hoor echt ons nog gillen en mijn moeder huilen overstuur. En het is heel naar als ik daar bij nadenk. Ja. Vandaag overleed in een ziekenhuis in Woerden, 53 jaar oud, André Hazes. Ja, ik wist totaal. Het kwam echt zo onverwacht dat ik had geen reactie. Ja, dat kwam, hoewel het niet onverwacht was, toch heel erg hard aan. Ik ben eigenlijk een paar dagen behoorlijk van slag geweest. Dan komt langzaam het besef van, goh, hoe ga ik dat eigenlijk? Hoe ga ik dat eigenlijk zonder die man doen? En dat zal ik wel gaan missen. Nou ja, dat gaat dan ook gebeuren. Een leven zonder André. Ik werkte met allerlei artiesten. Maar niemand zoals André. Ja, je kunt niks meer vragen, je kunt niks meer doen. Ja, daar gaat heel veel doorheen. Ja. Nou, het klinkt misschien heel gek, maar ik dacht, nu moet ik bij de les blijven. Dat, zo dacht ik. En het was hectisch, het was veel. En het was een gaan en komen van mensen daar die langs de woning van André gingen lopen. Ja, het lijkt wel of er geen ander nieuws belangrijker was als het overlijden van André. Iedereen, kranten stonden er bols voor, nieuwsbulletins, noem maar op. Het is ongelooflijk wat er toen losbarstte. Elke dag liepen beveiligingsmensen bij ons op het terrein. En er waren ook zoveel fans die een laatste boodschap wilden. Die kwamen met bloemen of die zetten een Boeddha-beeld in voor de deur. En dan kwamen er weer mensen zingen. En tot diep in de nacht. Ja. Tot diep in de nacht ging dat door. Ja. En wij hadden zo'n camera op de brug. En dat keken wij ook de hele dag. Ik kon me niet voorstellen dat onze vader zo geliefd was. Heel veel mensen wilden hun laatste eer betuigen. En dat Rachel op een gegeven moment besloot van, nou, ik wil de fans ook gewoon een afscheid geven. En toen zijn we gaan denken hoe we dat konden doen. En uiteindelijk resulteerde dat in een begrafenis in de Amsterdam Arena. Waarvoor ik ook dacht van, nou, is dat nou wel een goede zet? Want wie komen daar dan naartoe, behalve een handjevol fans? Ja, dat was dus donderdagmiddag besloten. Alleen besluiten is één ding, het moet allemaal nog geregeld worden. En dat zou maandagavond zijn. Dus ja, toen moesten we, dat staat een beetje gelijk aan het organiseren van een concert waar we normaal maanden over deden, was dit iets wat we in 3 dagen tijd moesten doen. Vrijdag, zaterdag, zondag zijn we 3 dagen en 3 nachten. We hebben eigenlijk niet geslapen. Bezig geweest om het allemaal te organiseren. En het werd maar groter en groter en groter. Veel groter dan we dachten. Ja, ik denk dat wij 30 mensen bij ons thuis hadden die alles regelden. Van eigenlijk de arena regelen en ja, de stoet. Noem het maar op, mensen moeten uitgenodigd worden. Wie gaat er spreken? En nou, ga zo maar door. Nou, ik weet dat ik werd gebeld om te komen zingen in de arena. En toen ben ik bij Rachel, bij de kinderen thuis geweest. Ja, toen werd eigenlijk beslist, nou, wat ga jij zingen en wat gaat die zingen? Ik wil gewoon graag dat jij, zij gelooft in mij, zingt. En ik weet zeker dat André dat ook had gewild. Ja,
Ik bedoel, ja, dat vond ik zo heftig. Maar ja, je weet natuurlijk ook niet hoeveel mensen er komen en wat erop afkomt. En toen hadden we zoiets van, nou weet je, we doen het gewoon in de arena. We zien wel hoeveel mensen er komen. We zijn de avond voor de afscheidsceremonie zijn we naar de arena gegaan. Vooral voor de kinderen die toen nog best wel jong waren, te laten zien van oké, dit gaat het worden, zo gaan we lopen. Rachel wilde vooral dat de kinderen daar goed op voorbereid waren. Jeetje, je moet je eigen verdriet aan de kant zetten. Ja, om je kinderen voor te bereiden op iets wat komen gaat, waar je ze eigenlijk niet op kunt voorbereiden. En ik kan me heel goed herinneren dat we daar liepen. En je hebt zo'n flyover, dus een beetje zo'n hellinkje. En dan zou André komen aanrijden. En dan zouden wij als gezin erachter lopen. Dat Rox heel lief vroeg van, ja, maar dit loopt een beetje schuin. Maar dan gaat papa toch ook zakken in de kist. En het was eigenlijk zo lief en aandoenlijk dat ze dat zei. En het was helemaal niet de bedoeling dat ik zou gaan speechen. Totdat we de laatste avond, we kwamen weer thuis van het loopje. En toen zei ik eigenlijk van, ik wil toch wel wat zeggen. En toen zijn Marieke en ik achter de laptop gaan zitten. Toen was hij, zo klein als dat hij was, al precies zijn vader. Want zoals hij het mij vertelde, zo moest ik het typen. En ik mocht daar grammaticaal of in de volgorde van de woorden niets aan veranderen. De stelligheid die hij had, dat hij het zo ging zeggen. Maar oh wee, als ik zei van ja, maar dat klopt niet helemaal, die zin. Nee, maar zo ga ik het zeggen. En toen vond op de maandag daarna de afscheidsceremonie plaats in de Amsterdam Arena. Goedenavond. Als het al niet duidelijk was, dan is het nu wel zeker dat André Hazes een ware volksheld is. De toestroom naar de arena waar fans hun laatste eer kunnen bewijzen is enorm. Het moment wat mij nog het meeste bijstaat in de arena is het moment dat we eigenlijk uit de auto stapten. En wij wisten echt niet hoeveel mensen er waren gekomen. En toen zag ik, die arena zat gewoon vol. En we hadden echt geen idee. En dat was zo'n bijzonder moment. En ik krijg daar, als ik dat terugkijk en nu ook weer als ik erover praat, kippenvel van. Want het was zo'n bijzonder verdrietig ook moment. Maar er zaten daar 50.000 mensen voor André. Echt, echt ongelooflijk. Ik stond daar versteld van. Heel de arena zat vol. En die was aan het huilen en die was kaart aan het meezingen. En dat was zoiets moois. En dan voel je je ook niet alleen, zeg maar. Weet je, op dat moment was je allemaal verdrietig en was je allemaal aan het rouwen. En ja, dat heeft me, ja, dat nog steeds als ik daarover praat, krijg ik er nog kippenvel van, zeg maar. Hoe mooi, het blijft me zo bij. Hoe Roxanne de foto neerzette bij de vader, vond ik echt heel netjes hoe ze de fotolijst bijhield. De speech van kleine André. Lieve papa, ik ga je heel erg missen. Het spijt me dat ik soms zo brutaal ben geweest. Het komt me nu pas te binnen. Weet je nog toen je zei, als ik ooit doodga, wil ik mijn dambord meenemen. Dat vond ik toen een beetje gek en toen moest ik lachen. Ja, weet je, op dat moment breek je natuurlijk ook van binnen. Want er staat dan een jochie van, hoe oud was die? 10 geloof ik, als ik het goed heb. Ja, weet je, en dan hoor je hem praten voor zijn vader. En ook op een manier, ik denk, ja, zo groot, zo mooi. 5 weken geleden zaten we hier nog bij Ajax te juichen. Maar nu ben ik hier voor jou. Mama, Rox en ik blijven altijd sterk met z'n drieën. Dat beloof ik je. Papa, ik hou van je. Kijk, het is natuurlijk kindertaal, maar het is wel mijn taal op die leeftijd. En ja, tot de dag van vandaag ben ik ontzettend trots dat ik dat heb gedaan. Ja, toch een soort laatste boodschappen.
En kijk, mijn vader wilde iedereen bedanken, maar dit was mijn manier van hem dan toch nog bedanken. Adieu, André. Ik zal je missen. Waar jij ook bent, jij blijft niet bij mij. Ik heb alleen maar gehuild. Ik deed een duet met Marjan en Weber, Adieu, André. Ik was ook niet bezig met de tekst, ik heb alleen maar gejankt. En af en toe hield ik me nog echt vast aan Marianne. Want die kon in ieder geval wel wijs houden. Ik was helemaal beduust. Ja, ja dan. Nou, ik in ieder geval, dan word je al best wel nerveus. Dan denk je, oh my god, weet je wel, dat zit helemaal vol in. Staat op de middenstip, naast zijn kist. Doe het allemaal genodigde daar. En dat is natuurlijk vrij spannend. Zij lag te slapen. Vroeg haar gisteravond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ik heb het zo in een trip gespeeld dat ik er... Ik heb het pas heel lang daarna teruggekeken en toen dacht ik, jeez man, jij zat echt in een trip. En ik moest ook nadat ik klaar was met het... Zij geloofde mij als zijn nummer. Moest ik heel rustig doorspelen. En dan werd zijn kist door zijn vrienden... kreeg een ereronde door de Amsterdam Arena. Toen begon ineens heel de arena mee te zingen. Nou, als ik daar nu aan denk, krijg ik nog steeds kippenvel. Dat was... Ja, dat was echt niet normaal. Als je dan die mensen, het applaus dat je kreeg, maar ja, het is kippenvel. Ja, heel bijzonder. En helemaal op het einde reed die, zag ik dan op de grote schermen. Reden de wagen met de kist van André reden de arena uit. En nam de F-site van Ajax nam ook afscheid van André. En die stonden met fakkels. En die fakkels die waren natuurlijk allemaal rood, maar die veroorzaakten ook heel veel rook. En dan zag je op de beelden, zag je zo die wagen over de dek rijden, zo tussen die fakkels door. In het witte rook als het ware. En dan was het net of hij zo naar de hemel reed. Geweldig. Echt geweldig. Indrukwekkend. Dat is bij André Hazes paste, dat vond ik heel belangrijk. En dat deed het voor de volle 100%. Nou, de periode na de ceremonie, dat was... Dus jij denkt dan dat je eigenlijk als gezin het een beetje doorgaat. En dat je dat als gezin beleeft. Ja, en dan verwacht je toch wel dat... Dan heb ik het alleen even over de fotografen, dat die je dan met rust laten. Maar dan zijn er gewoon een paar bij die je dan, die gaan in de bosjes liggen voor je school. En ja, dat is wel iets wat me altijd bij is gebleven. Dat eigenlijk sommige mensen zo brutaal zijn geweest. Nou, je schaamt je ook heel erg als kind zijnde. Dan zit je in de klas en kwam in één keer weer de directeur naar binnen van... Ja, Rox en Dre die moeten in de klas blijven, want er staan fotografen voor de school. En voornamelijk omdat je hebt elkaar juist zo nodig. En ja, het was alles behalve dat we met elkaar waren. Kijk, thuis, achter het hek, dan was het gewoon het gezin. Dan moesten we gewoon verder en... Dan waren we ook echt heel sterk met z'n drieën. Alleen buiten. André werd toen na zijn overlijden een soort publiek bezit. En wij hebben er ook voor gekozen om de fans afscheid te laten nemen. Maar ja, de aandacht hield eigenlijk niet op. En op een gegeven moment had ik wel zoiets van... Ja, Nederland vergeet niet dat een vrouw ook een man verloren is... en twee jonge kinderen hun vader verloren zijn. En daar was niet altijd respect voor. In de weken daarna... werd Nederland natuurlijk overspoeld door allemaal vragen en mensen die allemaal dingen met de nagedachtenis van André Hazes willen. Van opnames, muziek uitbrengen, maar ook met petjes, hoedjes, t-shirts. Dat begon eigenlijk al de dag na de crematie met bietprintjes die aangeboden werden. Kledinglijnen tot optredens van Rox en Dre met lookalikes. Er kwamen mensen, zeg maar, al een week na het overlijden... die hadden mokken met mijn vaders gezicht erop. Dekbedden. Je moet het zo voorstellen, dan zie je een deken met je vader erop. En op jonge leeftijd is het natuurlijk hartstikke raar.
ja, je kan het zo gek niet verzinnen. Of de mensen waren zelf heel creatief geweest en zagen daar wel handel in. Ik kan daar met mijn pet niet bij, bij dat soort dingen. Oh, nee. Je petten deden ze ook. En ik had vaak Rachel aan de lijn. Die zei van, god, er is nu weer iemand, een of andere kroegbaas. En die wil een singeltje, die wil een plaatje van André Haas uitbrengen. Want het is zo'n fantastisch leuk liedje. En nee, we gaan dat niet doen. We willen niet dat er nu allerlei B-producten van André Hazes op de markt komen, omdat de man niet meer leeft. Omdat man, dat willen we niet. Zij had daarmee heel veel geld kunnen verdienen. En ze heeft alles geweigerd. Want ze zegt, André, dat was een fantastische zanger. Ik wil geen circus. Als ik ergens een onderbuikgevoel bij heb, dan doe ik het niet. En er zijn eigenlijk zoveel aanvragen bij ons geweest, dat ik dacht, nee, dat voelt me helemaal niet goed. Ik weet zeker dat Rachel daar hoor en dol van is geworden. En die heeft dat altijd tegen weten te houden. En die heeft dat, chic gezegd, dat erfgoed van André Hazes zo goed beschermd. En dat is niet makkelijk, want je krijgt hemel en aarde over je heen. En waarom niet? En je bent natuurlijk de heks die dat allemaal tegenhoudt. Daar kan je op wachten. En dan moet je het wel weer uit gaan leggen. Terwijl dat eigenlijk allemaal negatieve energie is. Als je kijkt naar alle narigheid die mijn moeder over zich heen heeft gekregen. Maar echt tot... Kijk, het deed ons heel veel pijn om dat te lezen. En ik vind het, ik heb zo'n diepe bewondering dat mijn moeder daardoor geen verbitterde vrouw is geworden. Rachel had het eerste jaar... ja, daar had ze gewoon beveiliging nodig. En dat had te maken met... het boek wat ze aan het schrijven was onder andere, waar natuurlijk onthullingen in kwamen, waar natuurlijk heel veel mensen niet op zaten te wachten. Gekke brieven in de deur kwamen, boze mensen, bijna tot haters en toe naar Rachel toe. En Rachel was natuurlijk sowieso elke keer aan de beurt. En dat heeft mij tot op vandaag de dag echt gestoord. En dat wel de moeilijkste weg is geweest die we hebben bewandeld. Maar achteraf heb ik daar helemaal geen spijt van gehad. Nee. Ja, ze kreeg op een gegeven moment gewoon maling aan. Zij wist dat ze alles in mijn vaders denkwijze deed. En dat doet ze tot de dag van vandaag. De kinderen werden ouder en die zijn gaan zingen. En die zijn muzikale carrières aan het invullen. En dat was voor mij eigenlijk de sleutel. Toen dacht ik van, ja, natuurlijk. Denk je nou echt dat kinderen van André Hazes thuis achter de geraniums gaan zitten of iets anders gaan doen? Denk je nou echt dat Dre Hazes zijn middelbare school gaat afmaken of zo? Nou, het is in mijn ogen eigenlijk bespottelijk. Nee, die man die moet op de plank gaan staan. Dat wordt een zanger. Nou, ik wist vroeger wel heel snel dat ik van aandacht hield. En ik moest het ook krijgen, wat ik er ook voor moest doen. En dat had ik ook nog toen papa leefde. Mijn vader die had de Blues Brothers uitgenodigd in 2002 in Ahoy. En toen kwam hij opeens met het idee van, Dre moet meedoen. De dag van de show. En ja, ik hield er wel van. Kijk, Rox is ontzettend verlegen, maar ik wel. Ik duw was. Was. Als het moest, duwde ik mijn vader er nog vanaf ook, dat ik gewoon blijf staan. Ja, dat heb je ook eigenlijk bijna een beetje gedaan. Bijna, ja. En ja, natuurlijk. Er is snel zo'n avondpakje geregeld. Dus een mooi kostuum en... Toen mocht ik mee dansen. Zo'n klein dik ventje was ik en dan mocht ik wat met mijn benen mee slingeren. En ja, dat was voor mij de tijd van mijn leven. En dan op een gegeven moment... En die ouwe was zo trots. Dat vond hij zo leuk. Op een gegeven moment moest ik af en dan moest mijn vader door. Maar ik ging echt niet af. Echt niet. Ik hield dat handje echt vast. Want ik blijf echt staan. We hadden samen zoveel plannen, vriend. De oogst was mooi voor jou en mij, mijn vriend. Al ben je nu niet meer bij mij, voor altijd ben je aan mijn zij. In 2007 werden wij beiden gevraagd voor een duettenalbum. En dan mocht je dan postuum een duet opnemen met papa. Toen heb ik Bedankt Mijn Vriend met hem opgenomen. Ja, bedankt, was te kort. En dat werd toen een nummer 1 hit.
En toen dacht ik, nou ja, dit is te gek, zeg. En dan ga je een beetje beseffen wat papa voelde. Kijk, je mag natuurlijk niet eens in zijn schaduw staan. Maar dan ga je wel dat sfeertje proeven en... Oh, dit deed jij dus. Weet je, dat gevoel. En dat was toch wel het moment dat ik besefte van, ja, dit wil ik blijven doen. Ja. Ik heb nog zoveel te geven. Nou, ik pak hem hier niet. Onze dromen. Oké, ja, vanaf daar nou, alsjeblieft. Gelijk beginnen eigenlijk. Van Andreetje had ik het wel verwacht. Van Rox had ik het niet zo snel verwacht, doordat Rox iets terughoudender is. Ik weet nog wel goed dat ik heel jong was en dat papa tegen mij zei van... weet je wat wij gaan doen? Wij gaan een duet zingen tijdens mijn concert. Nou, dat vond ik natuurlijk te gek, maar dat durfde ik helemaal niet. Dus daar heb ik ook weer meteen nee op gezegd. Waar ik nu achteraf natuurlijk wel heel veel spijt van heb. Maar ik durfde het gewoon niet. Nee, ik heb het echt pas echt toegegeven om te gaan zingen, zeg maar... toen ik gevraagd werd voor Show You Wanna Be a Popstar. Toen zei ik, ja, ik doe het gewoon. Ze hebben het helemaal leuk en ze genieten ervan. En het publiek vindt het fantastisch. Dus ja, gewoon lekker van genieten. En vaak wordt dat ook weer in bepaalde hoeken uitgelegd... dat, nou ja, moeten ze nodig of moeten... Nee. Het is natuurlijk uit die familie is dat eigenlijk logisch. Is het eigenlijk een soort ABC'tje dat die kinderen... die hebben een ander leven geleid dan Daantje Doorsnee. Dus die gaan dat... Ook op oude leeftijd gaan die dat doen. En dan heb jij als kind helaas niet meer je vader die je kan stimuleren... maar je beschikt wel over een stukje talent, je kan zingen. En een dochter die ook mooi is, op haar vader lijkt ook. Want ze lijken allebei op een andere manier op hun vader. Een bepaalde timing kan ik herkennen bij Dreetje... want die heeft veel van zijn vader gehoord. Die weet hoe het is als Hazes. Die heeft het meegemaakt. Dus als er nou iemand aan het Hazes-repertoire mag zitten... dan zijn het die kinderen. Dat ik van je hou. Als je in mijn ogen kijkt, zeg dat ik... Ze zijn altijd grote fans geweest van hun vader. Er was geen discussie mogelijk over andere liedjes of nieuwe liedjes. Het moest van hun vader zijn. Hij is er fysiek niet, maar hij is er nog wel. En zo makkelijk gaat hij de dans niet omspringen. Hij is er tussenuit geknepen, maar ho, ho, ho. Wacht eventjes. Wij omarmen je nog steeds en wij gaan lekker door. Het was in het creatieve team bij ons in het bedrijf. Daar is één vrouw, Ulrike Burger-Bruis. En dat is een van ons geboren Duitse dramaturg. En die zag die begrafenis. En die was daar zo in de war van. Die kwam op kantoor, die zei je, ik heb dit nog nooit gezien. In Duitsland, alle grote artiesten in de hele wereld, dit is zo uniek. Vertel me erover, zouden we hier niet een productie van moeten maken? Van deze muziek, van deze man, van zijn leven, van dat gezin. En dat vond ik een goed idee. En die heeft ons toen benaderd voor een gesprek. En hoe wij daar eigenlijk in stonden als dat zou gebeuren. Dat is iets wat die oude, denk ik, zelf nooit had verwacht. Een musical. Nee. Maar dat was het ook meer. Dat ik echt zoiets had van... Ja, een musical. Past dat nou wel of niet bij papa? Na heel lange tijd kwam daar een script uit. En ja, Joop die heeft het eigenlijk heel mooi met de familie gedaan. Ons overal bij betrokken. Nou, Rachel lag best onder vuur van... zei dit, zei dat... Alle mensen die zo makkelijk oordelen altijd. Ik leerde haar kennen en ik zag de zorgvuldigheid hoe zij omging met alles. En toen zijn we het verhaal gaan vertellen. Het echte verhaal van zijn leven. Ja, de eerste keer dat ze het zagen, dat was natuurlijk ontzettend verwarrend. Ik bedoel, je weet dat je naar een musical gaat en dat het dan ook gedramatiseerd is. Maar het gaat wel over hun leven. Ik had vooral de eerste keer dat ik tijdens de première dan echt met mensen ernaar zat te kijken. Dat ik echt zoiets had van, ja, jullie zitten echt nu in mijn woonkamer. Dus alsjeblieft ga even weg. Weet je? Er zit ook bijvoorbeeld een scène in dat mijn moeder dan... haar trouwjurk uitdoet en een sexy lingerie set daaronder aan heeft.
En ik had echt zoiets van, nee, dit mogen jullie echt niet zien. Terwijl gewoon Chantal Jansen of wie er dan ook op dat moment aan het spelen was, daar stond. Weet je, dus, maar het was, ja, jij vond het weer leuk, hè? Nee, ja. Ik zat helemaal zo te kijken en denk ik, hé, eigenlijk is dat gewoon je moeder, hè? Waar je naar zit te kijken. Er waren drie plaatsen op de voorste rij gereserveerd. En ik had helemaal niet in de gaten dat ze zouden komen. Dus ik stond gewoon klaar om mijn ding te gaan doen. Ik was me aan het concentreren. En ineens zag ik dat ze er zaten. En toen, ja, dan krijgt het zo'n andere betekenis allemaal. Als je dan staat te zingen, dan denk ik, ja, het raakt hun realiteit. Vond ik een heel indrukwekkend moment. Ik bedoel, met name omdat je het zo zou gunnen. Dat ze er een beetje een gevoel van terugkrijgen of zo. Van diegene die ze toch gewoon heel erg missen. Dus dat was, dat vond ik een hele heftige situatie. En ik had de indruk dat dat bij hen zeker ook zo was. Nou, ik zeg heel eerlijk, ik ben 6 keer geweest. En het went nooit. Want het is natuurlijk wel heel mooi dat het überhaupt in theater is. Maar het is ook heel moeilijk, omdat je natuurlijk terugverlangt naar het verleden. En dat is dan best wel confronterend. Zeg, wat is dit? Godverdomme, ik ben zo ziek als een hond, hè? Ja, hoe zou dat nou komen, Dre? Oh. Jezus, waarom kunnen wij nou niet eens gewoon met elkaar praten hier? Ik begrijp ook niet waar een ander zich zo druk om maakt. Het is mijn leven zoals ik het wil leven. Kijk, mensen gingen ook naar de musical, maar die wilden meezingen. En dat stapelde zich eigenlijk op. En toen kwam Joop van den Ende met de vraag van, nou, dan moeten we concerten gaan doen. En je mag het eigenlijk niet hardop zeggen, maar ik wist gewoon zeker dat het succes werd. Ik hoorde dat het in de Ziggo Dome was en dat ik dacht van, wow, de Ziggo Dome? Nou, dat is best wel pittig om die vol te krijgen. Ja, en dan gewoon vieren. Dus ja, dan weet je dat het nog leeft. Ik merk gewoon in de zaal, en dan sta je op het podium en denk je, jeetje man, ze zingen echt. We hebben geen karaokebord nodig, bij wijze van spreken. Ze zingen gewoon van A tot Z, zingen ze alles mee. En daaruit blijkt dat André een absoluut fenomeen was. Zo een als je er maar zelden tegenkomt. Ja, hij is er dan zelf niet, maar hij is er dan toch ook weer wel. Hij is er op film. Ja, dat kan wel. Dat lukt. En de laatste jaren was hij er toch ook nog maar voor de helft, laat maar zeggen. Dus wij gaan gewoon zonder. We gaan gewoon verder zonder hem. En hij ontbreekt op zijn eigen feestje, zeg ik dan. Ik mis André heel erg, ja. Ik denk niet dat ik nog ooit in mijn leven kan of mag werken met iemand van dat kaliber. Het mooie is dat iedereen is natuurlijk nog zo bezig met papa. Weet je, Jort, in elke kroeg wel een keertje Hazes voorbij komen. En dat je na tien jaar gewoon nog steeds zo, ja, dat papa nog steeds helemaal booming is. En ja, dat doet ons heel erg goed. En wij hopen ook echt dat hem echt op dat... Ja, hoe zeg je dat? Op dat voetstuk kunnen laten staan. Dat woord zocht ik inderdaad. Op dat voetstuk kunnen laten staan. Weet je, wij willen juist niet dat papa vergeten wordt. En dat had hij zelf ook nooit gewild. Want dat is gaat, papa is gestorven, maar nog niet uitgestorven. Nee. Soms dacht ik van, goh, is dat nou verstandig? Neem je op zo'n manier afscheid van een geliefde? En moet je dat niet een plaats aan geven? Maar nee, dit kan ook. Zij leven gewoon door met hem, of hij er nog is. Ik ben alleen maar trots als ik zijn muziek hoor. Dan denk ik, ja, nog steeds. Ja, het kon ook bijna niet anders. Ja, ik ben alleen maar trots. Trots dat ik voor de familie Hazes heb mogen werken. Ja, kan ik niks anders op zeggen dan trots. Ja, hoe trots kun je zijn dat je eigenlijk alles wat je kunt bereiken als artiest, dat je dat allemaal ook na je overlijden hebt bereikt? Ik denk dat het maar voor weinig mensen weggelegd is. Papa was een man van het volk. En als je kijkt naar heel veel artiesten van deze tijd, er zijn er gewoon heel veel
die zijn heel vol van zichzelf. En mijn vader was zo normaal. En kijk, we moeten niet vergeten dat mijn vader komt van niks. Maar echt letterlijk van niks. Die mocht vroeger de borden aflikken thuis. En als je dat dan opbouwt door een carrière, ja, dat je eigenlijk aan de top staat, je houdt altijd in je achterhoofd waar je vandaan komt. En dat is de kracht van papa. Nooit naast zijn schoenen lopen. Niks was hem te veel. Maar hij hield ook echt van de mensen die van hem hielden. En hij gunde ook iedereen de dubbele toe van wat ze hem toe gunden. En ja, dat was toch wel zijn kracht. Gewoon hoe normaal die was. Niet al dat gekke gedoe van tegenwoordig. Nee, gewoon wees gewoon wie je bent en dan ben je eigenlijk al gek genoeg. Hè? Ja, ik sluit me daar helemaal bij aan. Goed gezegd, hè? Oh, jongen, niet normaal. Verdikke me nou. Thuis bij Avrotros.